Hi, welkom bij weer een nieuwe video van de GESA. Het is vandaag Paarse Vrijdag. Ik heb hier zo zin in. Jullie hebben natuurlijk al die weken naartoe gewerkt. Ik sta nu in Amsterdam bij het Sint Ignatius. De eerste van de 3 scholen die ik ga bezoeken. Deze school is de school waar Fenna ook op zit, die ik eerder had gesproken. En ik ga vandaag kijken wat zij allemaal heeft gepland met haar GESA. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Every day a masquerade, beauty shows the meaningless we hide. What is there to hold on to if no one cares to know the truth inside? Get away from the limits of this life, come with me. Take me high where no fear can hide and set me free. En ik sta weer met Fenna. Hoe leuk. Had natuurlijk al gezegd dat ik lang zou komen. Heel gezellig. Heel fijn. Wat heb je eigenlijk allemaal vandaag gepland? Ik zie heel veel, maar wat allemaal? Ja, nou, het is superveel. Sowieso natuurlijk versiering. Heel veel vlaggetjes en de paarse loper en de regenboogvlag. En verder hebben we een programma voor elke jaarlaag. Ja. En we beginnen dan met een kort interview van een ex-leerling en een leerling van nu. Waarvan de ene homoseksueel is en de andere bi. En die hebben het met elkaar over van hoe is de acceptatie hier op school. Oh, en goed. Hoe gaat het daarna ook? Hoe voel je op de unie? Is dat heel anders? Ja, gaat er wel echt de diepte ook een beetje in? Ja, zeker. Ja, dat is ook wel belangrijk. Want het is natuurlijk... daarna hebben we namelijk een soort van speurtocht, activiteitenmarkt. En dat is super gezellig. Dus we willen ook nog even een serieus onderdeel aandoen. Yeah. Maar in principe gaan ze daarna, de kinderen, daarna 40 minuten gaan ze rondlopen en allemaal opdrachten doen. En dan mogen ze een speurtochtboekje invullen. En dan is dat weer het einde van het uur. En dan komt het volgende jaar later. Want ik zag inderdaad allemaal een soort van... A4'tjes met queer en wat het dan betekent door de school hangen. Ja, dat is ook een onderdeel. Dan moeten ze door de school zeg maar de definitie zoeken van die woorden. Oh ja, dat hoort bij de speurtocht dan. Ja, dat hoort erbij. Oké, dus een soort van luisteren en actief bezig zijn. Ja, heel goed. Ja. Heel goed, leuk. Yes. Oké, en wat merk je nou eigenlijk in... Want nu is natuurlijk heel erg iedereen is mee bezig in de aanloop naar de Paasvrijdag toe. Wat merk je eigenlijk als de Paasvrijdag over is? Nou, voor mijzelf beland ik dan ongelooflijk in een zwart gat. want ik ben natuurlijk heel erg druk bezig geweest met voorbereidingen. Echt stress, een slaaptekort. Dus dan kan ik echt even helemaal uitrusten. Eigenlijk wil je gewoon vakantie op maand exact, of zo. Maar dat kan helaas niet. Verder is het in de school heel erg leuk. Mensen zijn heel enthousiast. Die zeggen echt, ja, wat goed. De hele dag stond echt in teken van seksuele diversiteit en genderidentiteit. Dus dat is heel erg leuk. En verder heb ik ook echt mensen gehoord die zeggen van, wow, ja, ik vond het allemaal wel oké, maar ik wist er niet zoveel van. En ik vind ik het heel leuk. Ik heb erover nagedacht nu en nu ben ik anders. Ja, en dat vind ik heel fijn om te horen. Dat is ook wat we willen bereiken. Ja, exact. Oké, cool. Nou, dat was het alweer. Top. In the rhyme, all I really know is that I try.
We zijn nu door de sneeuw aangekomen bij school 2 in Laren. En dat is de school Laar en Berg. En ik zag al heel leuk dat ze hier mensen aan het rollerskaten zijn, of hoe je dat ook noemt. En we gaan verder even kijken wat ze vandaag hier hebben gepland allemaal voor de Baarse Vrijdag. Every day a different way, saying the same words, I don't see why. Placing riddles in the rhyme, all I really know is that I try. Every day a masquerade, beauty shows the meaningless we hide. What is that to... Ik sta nu met Pim en Pim heeft jaren geleden volgens mij al de GSA opgezet, toch? Met een docent. Ja, 3 jaar geleden hebben we hem gestart en doen we al aan Paarse Vrijdag. Ja, en nu is hij best wel groot geworden ook net van een docent van jou. Toch? Best wel, ja, best ja. Wel we zijn enorm gegroeid, zowel in leden voor de GSA als, als activiteiten die we doen. Ja, en wat doe je vandaag allemaal? We hebben vandaag voor elk leerjaar dat we hebben hier op school, van de eerste tot en met de zesde, hebben we een presentatie gemaakt over acceptatie en over hoe dat veranderd is in het afgelopen jaar. In de school, dus afgelopen jaren hoe dat gegroeid is misschien? Niet alleen in de school, maar ook op wereldlijk niveau. Oké. En we hebben ook, en dat is toch wel echt het allergezelligste en leukste vandaag, een roller disco gebouwd in onze hal. Nice. Om het gewoon leuk te hebben, want dat is waar het allemaal om draait. Ja, heel fijn. En jullie hebben ook, zie veel van die shirtjes van deze ook rondlopen? Ja, dit zijn de HEMA shirts. Die hebben jullie gekregen? Die hebben we gekregen van COC Nederland. Oh, wat fijn. Die zaten bij al onze pakketten erin. En we hebben nu iedereen die bij de GSA hoort in een t-shirt. Iedereen die helpt in een t-shirt. En de leerlingen die vandaag het beste in het paars komen, krijgen zo'n t-shirt als bedankje voor alle moeite die ze gedaan hebben voor ons. Oh, wauw. Nice. Dus ook een soort van iets om nog te onthouden daarna. Of in ieder geval hebben ze nog iets tastbaars daarna. Dus je hebt een soort van rollercoaster gepland en die presentaties. Ja. En merk je daardoor dat daarna, als de GSA dag over is, de Paarse Vrijdag, dus niet de GSA dag, maar de Paarse Vrijdag, als die over is, in de maand daarna, is het dan nog steeds, helpt het? Het blijft heel lang naslepen. En ik moet zeggen dat toen de posters anderhalve week geleden weer opgehangen werden, dat iedereen nog vol kon herinneren hoe het vorig jaar was. En het heeft echt, echt effect gehad. Het heeft ons als schoolcultuur ook veranderd. Ja, want je docent bijvoorbeeld vertelde dat er ook best wel veel mensen uit de kas komen ook bij die presentaties. Ja, dat we is hebben. Fantastisch natuurlijk. We hebben geprobeerd met de presentatie zoveel mogelijk ruimte en vrijheid te geven. Dat iedereen zich dusdanig veilig kan voelen hier op school. Dat ze zich ook voor zichzelf durven uit te spreken. Ja, heel mooi. Ik vind het echt heel mooi. Ik ben heel trots op je. Echt. Dankjewel. What is there to hold on to if no one gets to know the truth inside? Get away from the limits of this life. Vandaag jongens, we zijn nu met Jurik in Utrecht en we gaan kijken wat zij hebben gepland voor de Paarse Vrijdag. Het is echt super koud, dus ik ga snel naar binnen. We staan nu met Evelien. Evelien, je bent de voorzitter van de GSA op jouw school. Ja, klopt. Wat heb je vandaag allemaal gepland? Vandaag hebben we voorlichtingen gegeven. We verkopen roze koeken in de pauze. We gaan straks lekker muziek draaien. We doen van alles. Vanochtend paarse bandje uitdelen natuurlijk. Oh, ja, cool. Ja.
En je vertelde net al eventjes over dat je geld aan het inzamelen bent. Waarvoor? Ja, klopt. We willen met de Candle Parade hier in Utrecht meedoen als GESA. En daar moeten we het inschrijfgeld voor inzamelen. Ja, heel nice. Het lijkt leuk. Ik vind het ook leuk dat ik dan hoor dat je al je dingen, volgende dingen hebt gepland voor het komende jaar. Maar dat vraag krijg ik op elke school van Paarse Vrijdag. Super leuk om te zien wat iedereen doet. Echt geweldig in die inzet. Maar heb je daar na een maand of na twee maanden, merk je daar nog wat van? Zeker. En op deze school is de acceptatie zo ontzettend hoog. Ja? Ja, je mag hier echt 100% jezelf zijn. En niemand maakt het uit. Ja. Dus het blijft ook wel leven op de school. Absoluut. Voor je gevoel. Ja, hoe merk je dat? Nou, dat niemand het boeit of je op vrouwen of op mannen valt. En dat iedereen, als je dat vertelt, oké, veel plezier mee. Ja, en als GESA, dan doe je dus ook nog de kennenproject proberen. Doe je nog meer activiteiten? International Day of Silence natuurlijk. Ja. En Coming Out Day hebben we hier Pan over de vloer gehad. Die hier een feestje kwam geven. Oh, wat leuk. Ja. Maar dat ging vroeger ook nog wel eens heen. Ja, ik nog steeds. Wat cool. En we plannen ook leuke onesie-dagen hebben we hier gehad. En we plannen allemaal dingetjes. Paarse onesie-dag lijkt me ook heel goed. Ja. Oké, cool. Nou, wat leuk om jou hierover te spreken. Dankjewel. Ja. Ga zo door, hè. Dankjewel. Echt fantastisch. En dat was hem alweer, jongens. Ik heb vandaag 3 scholen bezocht in heel Nederland. En ik vond het zo fantastisch om te zien wat jullie allemaal hadden gepland voor de Paarse Vrijdag. En ik ben zo ontzettend trots op jullie dat jullie dit doen. Ga zo door. Ik had veel meer scholen willen bezoeken, maar misschien kom ik volgend jaar wel bij jouw school. Lijkt me fantastisch. Ik zou natuurlijk ook nog even een outfit tip geven. Dat is deze leuke paarse strik geworden. Gecombineerd met deze fantastische bomwerk van designer Sabine Staartjes. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken, jongens. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal van GESA. En op mijn kanaal. Die staat in de omschrijving hier beneden. Gezellig als je dat doet. En dan wens ik jullie een hele fijne tijd en tot de volgende video. Couscous! Every day a different way, saying the same words, I don't see why. Placing riddles in the rhyme, all I really know is that I try.